Ik heb mijn opa één keer zien lachen op foto's. Weet je wanneer? Toen hij met pensioen ging. Ja man, bij Ubo Bandenfabriek. Toen heb ik hem zien lachen. Ja, want hij mag op de foto met de moeder van mevrouw Beatrix. Hoe heet die? Heel weinig mensen weten nog. Juniana. 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 Ja, Juliana. Dankjewel. Ik was vorige week in Gouda. Riepen twee jongens achterin. Of eentje achterin en twee jongens. Wilhelmina. En zijn vriend ook, hè. Hou je bek, mogol. Dat is pepermunt. Ja, ja. Ja. Ik was mijn tekst kwijt. Ik zei, wat? Is pepermunt, hou je bek. Gewoon normaal doen. Gewoon, je moet normaal kijken. Mijn opa mocht op de foto met mevrouw Juliana. En hoe heette haar man? Bernard. Dankjewel. Dat is echt waar. De afgelopen paar jaar, of althans twee jaar, ik toen met het programma, niemand weet het meer. Mijn opa had thuis een foto van mevrouw Juliana en Bernard. Mooi, hè? Het land waar je woont, ben je trots op. Doe je foto van het Koningshuis, bam. In het land waar mijn opa en oma vandaan kwamen, hadden ze ook een foto van het Koningshuis in huis. Zo ben ik opgevoed. Bij ons thuis hadden wij een foto van mevrouw Beatrix en... meneer Klaus. Dank u wel. Zo ben ik opgevoed. Is het normaal? Dus mijn opa en oma, Juliana en... Bernard. Zie een paar mensen... Bernard, ja? Is het niet meer normaal? Ik ben zo opgevoed. Het land waar je woont, heb je het Koningshuis in huis. Fantastisch. Toen ik dit mijn meisje leerde kennen, ik dacht, ik ga ook bij haar proberen. Gewoon een foto nu, hè, van mevrouw Maxima en Willem-Alexander. Dankjewel, die. Helemaal in de war, mevrouwtje. Die snapte het niet. Nee, ik moet wel thuis een foto, iets van de expo, lelijk van een tulp, die zij mooi vindt. Maar het land waar ik woon, waar ik trots op ben, een foto van mevrouw Maxima en meneer Willem-Alexander, dat is dan raar. En ik heb hem opgehangen en niks gezegd. Ze kwam, ken je dat stroomstoring in iemands hoofd, als je het kan zien, gewoon zo? Dat had zij. Ik zweer het je, helemaal paranoia, man. Ze komt thuis, ik heb niks gezegd, hè? Ze kijkt zo. Foto. Ik zeg, ja, foto. Je moet mensen soms niet normaal behandelen, hè? Ik zeg, dat is een foto, ja. En toen begon ze. Vind je haar knap? Dat is gewoon mooi. Koningshuis vind ik mooi. Is gewoon Koningshuis vind ik mooi. Ja? Ah, oké. Okay. Na het eten met koffie. Vind je haar aantrekkelijk? Nee. Gewoon mooi. Koningshuis ben ik trots op. Foto in de huiskamer, meer niet. Wij gaan naar bed. Ik lig te pitten. 3 uur 's nachts. Elleboog in mijn zij. Vind je hem aantrekkelijk? Nee, ga slapen!